maakt altijd veel bij me los, dit onderwerp, dus ik ga me beheersen. Goed zo. En ik wil me beperken tot twee punten in de vorm van een vraag over je oplossing, als ik mag. Heb ik nou gelijk dat de eerste, de tweede en de laatste neerkomen op een ernstige schrobering, een beperking in het gedrag van de parlementariërs en de politiek? Ja. En dat daar dus ook je diagnose mee overeenstemt. Ja. Het gaat fout in de politiek. Deels gaat daar fout in, want er speelt natuurlijk nog. Is er ook nog een verontschuldigend verhaal aan de andere kant hoe dat gekomen is? Oké. Goed. Nou, die wil ik graag nog horen. Ja. Wat ze zich ter verdediging nog kunnen aanvoeren. Maar ik typeer het even, omdat het toch de indruk op me maakte. Van nou, er zit een diagnose achter waar de grootste fout is aan te wijzen. Ja, ze moeten zich beter gedragen. Dan kan je nog wat lipservice doen, beter uitgedragen. Afschaffing van het toetsingsverbod betekent dat ze een stuk vrijheid van manoeuvreren in de Tweede en Eerste Kamer inleveren. En neutraliteit van benoemingen, dat impliceert, tot als je het zo noemt, dat het toch de verkeerde kant recht op te gaan, maar niet zo erg als in Amerika of in nog slechtere of dat democratie. Het beeld bestaat, ja, oké, maar dat is dus allemaal, blijft er met je vingers vanaf, zoals Becker dat wel eens aanduidt. Ja. Neem maar een onafhankelijke commissioner. Ja. Mijn belangrijkste punt is het derde punt, de onduidelijke verantwoording en toezichtsstructuren. Je hebt natuurlijk veel oude staatstaken die geprivatiseerd of verzelfstandigd zijn. En daar kan ik me een dergelijke toets bij voorstellen. Maar bijvoorbeeld niet bij de telefonie. Ik heb nog op de wachtlijst gestaan bij de PTT, ook in de jaren 70. Maar dat kan je je nou niet meer voorstellen. En ik geloof niet dat de staat der Nederlanden in staat is om de telefonie te doen, zal ik maar zeggen. Maar ik vind dat het totaal anders ligt. Bij de krankzinnige vanzelfsprekendheid waarmee de hele politiek, links, rechts, midden, scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen beschouwt als stukken van de staatstaak. Dus de chirurg opereert onder verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid. En tenminste had de inspectie het moeten zien dat iemand een fout stond te snijden, te peuteren of weer dicht te stoppen. Onder achterlating van een schaar of een ander instrument. Nou goed, ik creëer een beetje. Maar er zijn dus in dit land met name van oudsher door burgers gedragen, vaak in zuilen ontstaande grote instituties, de zorg, het onderwijs, zo zijn er nog wel enkele, die volledig als staatstaak worden behandeld. En is de consequentie van het opruimen van de defragmentatie nu niet, dat je dan een heleboel taken juist etatiseert en onder het politieke bewind brengt van die politieke klasse waar je in de andere oplossingsrichtingen zo'n kritiek op hebt. Dus dat is eigenlijk mijn vraag over die delen van de publieke sector. En over de andere delen, dus de op afstand gezette, geprivatiseerde, is ook mijn vraag, als het waar is dat de Rijksdienst zo inhoudelijk leeg geworden is, als het waar is dat de kennis weg is, als het waar is wat de Rekenkamer deze week schreef, dat ze nog steeds niet begrijpen hoe de ZBO's hun geld uitgeven, het publieke geld uitgeven, wat is dan het realistische perspectief voor dit soort beleidslijnen? Hartelijk bedankt, Jan-Willem. De eerste plaag is, zou ik gemeen kunnen zeggen, je moet die regel goed lezen. Het gaat met name om dit woord, openbaar bestuur. Openbaar bestuur is dat gedeelte wat normaal gesproken wordt van de publieke sector. Dan hebben we het inderdaad over die taken waar het taak gebruikt, waar het staatsgezag wordt uitgevoegd. Want er zijn taken die normaal van de Rijk, provincie, gemeente, waterschappen en dergelijke, ZBO's vallen en verbonden stichtingen. Die moet je defragmenteren. Ik heb hier niet staan dat de publieke sector gedemagogiseerd worden. Dat zou betekenen dat je het hele onderwijs weer terug zou brengen of de hele gezondheidszorg. Never. Lijkt me buitengewoon onverstandig. Dus ik denk wat dat betreft is het een kwestie van terminologie in dat punt. Vervolgens over privatisering. Ja, dat is het probleem natuurlijk. Dat privatisering heb je verschillende. Ik heb voor mijn studenten onderscheid ik 6 vormen van privatisering. Van 1 tot en met heel licht, tot 2 mee tot marktwerking. En die eerste vorm is waar je die aandelen gewoon verkoopt en de aandelen houdt en dat in overheidshanden houdt. Dat doen ze bijvoorbeeld in Frankrijk, China en andere landen. En vandaar dat ook Nederlandse bedrijven soms gekocht worden door buitenlandse staatsbedrijven in die zin. Die netverheerd kunnen gaan en die fantastisch kunnen concurreren. Zeg je, ja, dan heb je geen concurrentie. Nou, wanneer je marktwerking hebt, de echte privatisering met KPN, ook tegenwoordig langzaam wat met nutsbedrijven, want dan kan je ook een markt creëren, want iedereen weet privatisering werkt goed. In volkomen concurrentie heb je dat, fantastisch. Maar de meeste privatisering, zoals wij noemen, is meestal een uitbesteding of een aanbesteding waarbij de overheid een sterke rol nog houdt.
En dan is er niet sprake van marktwerking. En dan is er sprake van ja, monopsonie voor de economen onder. Dus er is één koper en er is een aanbieder. En dan krijg je allerlei problemen ook voor de bedrijven zelf. Denk bijvoorbeeld de problematiek, dacht ik, met syntax in de open bestuuraanbeveling, dat die veel te laag is geweest. Nou, en dan krijg je allerlei problemen. Niet alleen maar voor dat soort type bedrijfsmatige activiteiten, maar je hebt ook een zekere mate waar uitbesteed wordt. En dat noemen we die halve privatisering. Ik heb hier niet bij staan overigens. Toezichtstructuren voor demofragmentatie. Die heb ik even weggelaten. Maar zelf voor de privatisering zou je wat kunnen zeggen. Maar dat gaat voor mij nog veel te ver in dit verband. Maar met name heb ik dan betrekking op die situaties met ZBO's en overheidsstichtingen en dat soort type zaken. De tweede vraag is heel interessant. En die vind ik fantastisch mooi. Er zou te weinig kennis zijn. Ja, er zijn voorbeelden over. Hè? Het bekijken van Amsterdam van de Noord-Zuidlijn. Carla Peijs die toen zei, ja, jammer, ik kan die Schipholtunnel niet goed bekijken, want ik heb te weinig kennis in huis. En ik heb ook in een oratie gezegd over de voorwaardenscheppende staat, wat je verantwoording voor het systeem hebt. Soms is het heel erg moeilijk om kennis in huis te houden, om je dat waar te maken. Als je nou terugneemt, maak je de zaak niet erger eigenlijk ermee? Nee. Dat geeft je ook als opdracht dat je die kennisfunctie moet vervullen en moet versterken. Dat komt er dan nog bij. Als je taken, als je defragmenteert, dan moet je ook voor zorgen dat je een kwalitatief hoogwaardig bestuur in dit verband hebt. Want het viel me op, ik weet niet of iemand, ik raad dat nog steeds aan iedereen. Binnenlandse Zaken onder Roel Becker heeft een rapport laten maken, beleidsdruk in beeld, van de departementen. En er staat aan het eind staat een overzicht van al die beleidsdepartementen en ambtenaren en directies. En er staat ook wat ze doen. En je denkt, ze maken beleid. Blijken allemaal bestuursambtenaren te zijn die de politiek ondersteunen met vragen stellen. Belangrijke, die kamerfunctie, niet partijpolitiek. Ze houden zich bezig met visies met Europa, interbestuurlijke betrekkingen. En 15% van de tijd houden ze zich bezig met strategische beleidsontwikkeling. Dat is mijn stelling altijd geweest. Er wordt beleid gemaakt in Nederland. Ik bedoel, inhoudelijk beleid. En dat gaat op dit punt. Als je dit niet doet, en ik heb uit een betrouwbare bron. Ik ga even naar dat eerste bullet point. Ja. Dat brengt mij tot een hartekreet. De Nationale Ombudsman heeft wat kritiek geleverd op de mate waarin de Tweede Kamer geen aandacht heeft, weinig attentie heeft voor kritiek van rechterlijke macht, Raad van State. En daar eigenlijk zich niks aan gelegen uit legt. Vervolgens kreeg de Nationale Ombudsman op zijn donder van de Tweede Kamer. Mijn opmerking is dat er wordt gewoon geen rechtsstaat uitgedragen door de Tweede Kamer. Zij hebben geen respect voor de andere staatsinstituties. Zelfs niet voor die van de Nationale Ombudsman. En als je zelf geen respect hebt voor andere staatsinstituties, hè, we kennen allemaal het verhaal dat de Tweede Kamer ingestemd heeft om bijvoorbeeld een bepaalde persoon niet voor te dragen tot lid van de Hoge Raad, maar ook de verhalen over adviezen van de Raad van State die gewoon bij het vuilnis worden weggezet. Als men zelf geen respect kan opbrengen voor de andere staatsinstellingen, is er weinig claim op respect bij de Tweede Kamer mogelijk. Het is geen vraag, maar een hartekreet. Okay. Frits. Dank u wel. Mag ik dan een tweede vraag? Dat is jouw filipica tegen het vertrouwen. Althans, als het als een filipica bedoeld was. Hè? Het vertrouwen wat tegenwoordig wordt gesteld in burgers en in bedrijven wanneer het gaat over het betalen van belastingen. Ja. We controleren wat minder, maar we hebben wat meer vertrouwen. Het is geen, ik moet onmiddellijk zeggen, het gaat niet om blind vertrouwen, maar het gaat om gerechtvaardigd vertrouwen. Dat is één. Onlangs heeft Wijlen Ton Horvort ook een boekje over laten verschijnen. Dus van de week is dat postuum gepresenteerd. Ja. Maar als je nou manager bent bij de Belastingdienst en je wordt geconfronteerd met een hoge afslankingstaakstelling, dan moet je op een gegeven moment naar andere wegen zoeken. En een van de wegen die gezocht is, dat is, nou, laten we eens wat minder controleren. Want als je evenveel wil controleren, dan heb je evenveel mensen nodig als nu. Het is een bekend verhaal dat mensen van de Belastingdienst tegen je zeggen, er kan een miljarden worden binnengehaald als we maar de voldoende mensen behouden. Wat zeg je daarop? Misschien wat
niet helemaal juist schoot mijn nest binnen, terwijl je zegt, ja, misschien moet je een deel van je taak afstoten als je een deel... als je met minder mensen kan, je moet dus een deel van de Belastingdienst qua omvang en taken behouden om de Belastingdienst te kunnen behouden. Dat vind ik een beetje altijd een hele moeilijke constructie. Net als iemand wel eens gezegd heeft, je moet de rechtsstaat inkrimpen om de rechtsstaat te kunnen behouden en dat soort zaken. Het punt is natuurlijk, het is gewoon een taakafweging om twee redenen. In de eerste plaats heb je een management. Ik ben ook nog een hoogleraar publiek management hierin. Dat je natuurlijk een afweging kan maken van wat brengt dat nou op en wat kost het nu eigenlijk. Dat is één. Maar nog eens veel belangrijker is, oké. Dan hebben ze dat vertrouwen in deze sector. Ik gebruik ook een voorbeeld. Je kan natuurlijk niet overal een belastingambtenaar of een controleur achter hebben staan. Dat is ook helemaal niet de bedoeling, autoritaire controle. Maar als je veel op goed vertrouwen gaat en in een andere sector, ik noem maar bijvoorbeeld in toezicht op de sociale zekerheid en uitkeringen, doe je dat niet. Dan kun je vragen waarvoor zij wel, die zakkenvullers daar, eventjes tussen aanhalingstekens uitspraak. En krijgen die andere mensen daar dan last van. Dat is een rechtsgelijkheidspunt wat gevoeld wordt. En dan krijg je een probleem. Dus je zal ook in dat toezichtregime daar ook moeten doen. Je zou ook actief toezicht moeten doen. Net bijvoorbeeld ten aanzien van de inspectie gezondheidszorg. Is dat voor die artsen om ze te leren hoe ze het beter moeten doen of is het voor de bevolking om te beschermen? Dat soort elementen speelt dan breder. Het is niet alleen maar een managementaspect. Ik kan begrijpen, met 5000 man minder zou je prioriteiten moeten stellen. Maar het heeft ook een nevenconsequentie in dit geval van hoe werkt dit nou uit naar de samenleving toe en het gevoel van rechtvaardigheid, het gevoel van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. En als dat laatste in het geding is, dan kom je een probleem, want dan tas je, daar gaan we ook niet zwaarmoedig worden, we zien het belastingmoraal aan en ik zal geen Griekse verhalen erbij vertellen, want dat gaat te ver. Als we die oplossingen... zijn niet volledig, hè? Nee. Maar als we graag willen dat die dichterbij komen, dan moeten we ervan uitgaan dat het bevoegd gezag, dus de beslissers die macht hebben, het probleem zoals jij het hebt gepresenteerd ook als het hunne beschouwt. Ja. En is het nou niet juist een probleem dat misschien niet of nog niet in voldoende mate het geval is? Ja. En wat moeten we doen om ervoor te zorgen? Het probleem is natuurlijk, en dan kom ik eigenlijk op een vraag van Jan Willem eigenlijk terug. Het is een lange en te korte termijn probleem. De lange termijn probleem is dat je als dit langzaam de situatie zou verslechteren, dat je inderdaad een probleem ten opzichte van die samenleving steeds hebt. Het korte termijn probleem is dat die bestuurders best wel te begrijpen zijn dat ze zich al die lage en lastige regels. Die burgers die vragen van mij constant om prestatie, ik moet constant presteren. En heb ik daar weer mee te maken? Ik neem een shortcut. En ik presteer daarmee, want anders krijg ik problemen met mijn kiezers, problemen met de samenleving, problemen met de kranten. Die mensen, politici, ambtenaren, staan vreselijk onder druk wat dat betreft. Dus het is ook heel begrijpelijk dat ze die kant uitgaan. Dat is even dat verhaal. Maar wat begrijpelijk is, hoeft op langere termijn nog niet goed te zijn. En dat is dat laatste. Nou, en dat betekent dat de incentives, die toch over het algemeen op de korte termijn zijn, die wijzen de andere kant uit. Dat langere termijn denken, dat is moeilijker daarmee aan te geven. Dan kunnen we prachtige conventies over houden. Ik kan er mooie verhalen over houden. Maar dat werkt natuurlijk niet. Vandaar dat ik ook over al die aanbevelingen in zekere mate wat somber ben. Tenzij er is een echte lekkere ramp gebeurt. En iedereen weet dat in Nederland pas dingen veranderen als er een grote bestuurlijke of een anderzins ramp is. En dat hopen we natuurlijk niet. Dus eventjes om even aan te geven wat mijn weging. Maar dat was eerst ook even nog tegen Jan Willem te zeggen. Het is ook logisch, het zijn geen schurken, het zijn geen domme mensen, ze werken keihard en ze proberen het beste te doen. Maar je wordt gedwongen door de omstandigheden ook in een bepaalde richting te gaan en dit krijg je dan dit. Wij hebben in het verleden ook al met andere fenomenen gedaan, een soort design. Een van de schets waar je de omkoping, maar ze kwam een rijtje uit dat ik voor een deel hier op het huis. Ongeveer een puntje, maar ook het eerste puntje van een andere plaatsen. Daar zit kennelijk een raadvlak. Ja. En dat raadvlak, daar wou ik even u vragen. Ja. Wat ons namelijk ook opvalt, dat geldt niet alleen voor de reisgeschiedenis, maar meer in algemene zin, is dat er een heleboel gebieden zijn waar de staat actief is, waar een toezichtprobleem is geweest, waar een aantal zaken gebeurd zijn, en waar je nu toch ook vrij veel beroep ziet, en die zien wij zowel in onze praktijk als meer in de we moeten dat strafrechtelijk keihard aan gaan pakken, wat in principe de noodremmen is die je op te doen. Maar ik heb eigenlijk twee vragen aan u. Ten eerste, herkent u dat beeld, die van trend om het dan maar repressief op te pakken? Daarom zou willen koppelen. Ziet u een verband met hetgene wat u nu verteld heeft? Ziet u dat als een bedreiging van de rechtsstaat, dat is niet het symptoom?
Nou, het harde ingrijpen. Overigens, ik heb inderdaad eens een keer voor de grap gekeken naar hoeveel mensen straffen in het eind van de 19e eeuw. En ook zaken bijvoorbeeld met misbruikzaken. En het bleek het algemeen dat er milder gestraft werd aan het eind van de 19e eeuw dan nu. Ook daar was een roep, maar dat was die roep, die druk op de instanties en rechters was veel minder dan die nu het geval is geweest. Dus dat was wel een opzienbarend punt vanwege de strengheid van de samenleving. Ook die strafimpuls is ook, die heeft ook gewoon met democratie te maken. Hè? Heel hard gezegd, als je een kleine elite die weet van het strafrecht laat beslissen, dan zal, en ook daarvan bepalend zal zijn voor het debat, dan zal er een milde toon slaan. Het is gewoon te geven, naarmate de democratie, mensen willen harder, dan moet ingegrepen worden. Toen ik hierheen liep, dacht ik, als ik zo'n type vraag krijg, en ook over de houding van de burger met dat straffen, is iets wat ik nog heel vroeger in de middelbare school moest lezen bij Grieks. Dat was de apologie van Socrates, geschreven door Plato. Hè, dat hij dood is veroordeeld, in die cel zit. En dan gaan ze praten over die burger. Zegt Socrates, die burger die mij nou dood wil hebben, die zal over een paar maanden me weer tot leven proberen te wekken. En dat is ook die strafmaat van de impuls van het ogenblik. En dat is iets kwestie waar je als instantie, als rechtsstaat natuurlijk moet kijken. Is dat naartoe gemeten? Op zichzelf kan zware straf natuurlijk binnen de rechtsstaat als die regels gewoon daarin geplaatst worden. Dus wat dat betreft is dat het punt. Wat ik heel interessant in het begin vond, dat jij over de integriteit. Natuurlijk, integriteit is een basis van de rechtsstaat. Zonder integere bestuurders kunnen ook die wetgeving niet uitgevoerd en gehandhaafd worden. Dus integriteit en rechtsstaat zijn dingen die samengaan. Vandaar ook dat de grootste goed wat de rechtsstaat ons op opgeleverd is in neutrale zin een goed functionerende bureaucratie. En dat is iets wat tegenwoordig, en dat moet niet bureaucratie in de negatieve, wel allemaal regels, maar mensen die het legaal rationeel gezag uitvoeren, die de regels en daar de diensten voor staan, die zijn integer en dat zijn de dragers. En dat is iets wat mij erg zo gedraagt, dat in Kamer op andere punten daar soms op onwel overwogen wijze over gesproken wordt. Want als dat dan ondergaat, dan is de basis, een belangrijke stut van die rechtsstaat, ook weg. En vandaar dat daar te lichtvaardig over gedacht wordt. En dan is dat niet een lange, maar ook een kortere termijn kwestie. Want we zien in Oost-Europa, we zien al die landen, waar draait het om? Een goed ambtelijk apparaat, neutraal, goed werkzaam, wat die wetten kan uitvoeren en daar een steunpilaar voor is. Want anders ben je weg.